Op 3 oktober nodigde Ford Motor Belgium zijn fleetklanten, dealers en leasingpartners uit om het volledige gamma te komen ontdekken. Meer dan 600 gasten werden verwacht in de ID-studio in Lint voor een avond vol entertainment, verrassingen, gezelligheid en informatie. Met in de schijnwerpers het elektrische gamma van de constructeur. Ford ging in 2024 9 nieuwe elektrische modellen lanceren. Wel, vandaag zijn we hier op het Legendary Event om aan het publiek te laten zien dat we daar ook in geslaagd zijn. We hebben ondertussen hier de nieuwste utilitaire voertuigen van onze kleine courier tot onze 2 ton die volledig geëlektrifieerd is. En dan hebben we ook van de kleine Gen E Puma die vandaag zal gelanceerd worden tot de Mach-E. En daartussenin hebben we nog de twee sterren van de avond vanavond. Dat is de Explorer en de Ford Capri. Dit zijn de nieuwe sterren van het Ford Gamma. Een gamma dat wordt uitgebreid met een Explorer die trouw blijft aan de roots van het merk, maar ontwikkeld werd volgens Europese standaarden. Met een zeer vloeiende stijl, high-end afwerking en uitrusting en grote batterijen om lang van je ritten te kunnen genieten zonder te stoppen. De grote broer van de Explorer, de Ford Capri van het derde millennium, volgt hetzelfde recept, maar dan in de vorm van een SUV-coupé met 4 deuren. Deze 2 modellen vervolledigen het elektrische SUV-gamma dat al bestaat uit de Ford Mach-E en binnenkort aangevuld wordt met de Puma Gen-E. Het emissievrije gamma van Ford blijft dus uitbreiden in een fiscaal klimaat dat gunstig blijft voor elektrische voertuigen. Een belangrijk gegeven vandaag in de fleet is natuurlijk de TCO. Er zijn nu tal van geruchten over de wijzigende fiscaliteit rond elektrische voertuigen, over inschrijvingstaxen, rijtaxen en dergelijke zaken. Nu, ik kan u geruststellen als klant, het gamma vandaag van de Full Electrics, daar gaat een kleine impact zijn op rijtax en registratietax. Maar als we kijken wat het verschil is in TCO vandaag tussen een niet-elektrische ten opzichte van een elektrisch voertuig, spreken we over een verschil van 100 tot 150 euro per maand. Gaat eigenlijk nooit dicht gefietst worden door nieuwe maatregelen van de regering. En ze hebben zich ook geëngageerd om ervoor te zorgen dat de elektriciteit ook goedkoper gaat worden. In totale TCO-impact zal verwaarloosbaar zijn. Dus ons gamma is er helemaal klaar voor. En wij kijken er alvast uit om jullie met heel veel plezier onze wagens te laten testen.